Hey, maar je vertelde dat ze eigenlijk heel erg enthousiast waren over de muziek die jullie zongen, want ja. Daar waren ze eigenlijk niet gewend. Kamerkoor van Kolen, een juweel, zong deze middag een polyfone meesterwerkje, stuk voor stuk een zeer boeiende vertolking. We hebben nooit zo'n verlof gekregen als in die eerste 10 jaar. Maar wij hebben toch ook het Gloria van Vivaldi gedaan? Ja. Met een Brabants orkest? Met een Brabants orkest, ja. In de Lambertskerk. En dat zongen we toen heel goed. Hij was een van de mooiste dingen die je gedaan hebt met Kamerkoor. De 15 kerstconcerten. Die wij in 68 zijn begonnen. We waren op vakantie met Kees van Houten en Carla. Zijn toenmalige vrouw. Ja. En toen kwam dat idee, we waren over muziek te praten, ik zei, kom eens omhoog, dit is een kerstconcert. En toen hebben we dat samen, hebben we dat eerste kerstconcert opgezet. En toen was de bedoeling, orgel, zang, een toespraak van de burgemeester. Dat hadden wij toen allemaal al opgezet. En volkszang dus, en zang van het Kamerkoor, uiteraard. En het liefst met een orkest. Erbij. We hebben er altijd een orkest bij gehad, een beroeps, ofwel beroepsblazers. Mm-hmm. Zodat wij dubbelkorige werken konden zingen. En onze deelnames aan die concoursen. Dat vonden we ook wat van, dat hebben we 3 keer gedaan. Ja. De eerste keer deelden wij niet. We wisten niet in welke afdeling de naam maar de laagste A. Maar dan hadden we meteen de eerste prijs. Ja, mooi. Dat was altijd goed. Dus we kwamen in B. En dan hadden wij ook de eerste prijs. Wij deden het goed op concours. Ja. Ja. Ik weet nog dat Mieke en ik en... Wat is dat ook weer? We waren allemaal zwanger met z'n drieën. Ja, dat klopt. Jullie stonden met dikke buiken. Hey Chris, maar jij hebt het Helmonds Kamerkoor echt... Jij bent begonnen, hè? In 1945 is het Nederlands Kamerkoor opgericht door Felix de Nobel. Ja. En die beluisterde ik veel, want er waren praktisch geen andere kamerkoren. Dus als er een goed koor op de radio kwam, dan was het Nederlands Kamerkoor. Ik denk dat ze een kamerkoor opgericht. Ik had toen de tijd een volkstelschop. Van het theoretische cultuur, het theoretische instituut was er nog niet, hè. En toen was de bedoeling dat er tijdens de dansen, volksdans, country dansen noemden ze dat dan, dat er tijdens de pauze gezongen werd. En ja, ik had daar de leiding over. En ik kon ook bepalen wat we zongen. Maar ik nam praktisch altijd de kanons. Ik wilde die bestemmigheid. Ja, ja. Dat zat er toen al in, die eenvoudige liedjes. Wat is jouw achtergrond erin? Hoe ben je als jonge gast daar al zo gedreven in geraakt? Ja. Mijn vader die was dirigent. Ja, oké. Okay. Daar heb ik nog foto's van. Mm-hmm. Onze Walter die was dirigent. Mm-hmm. Een broer van mij, 3 jaar ouder. Ja. En mijn oom Wout. Mm-hmm. Die is Van Mulst opgevolgd. Oh, Jan van Mulst. Jan van Mulst. Ja. Daarvoor was een oom van mij, die was daar bezig. Mijn vader dirigeerde de KAB, mannenkoor. Ja, en toen ben je ermee begonnen en in het begin is dat moeilijk geweest, zei je? Dit was de eerste 10 jaar, die zijn heel moeilijk geweest. Je moest met muziek beginnen. Ja, maar waar hadden ze muziek gedaan? Ik ging naar Eindhoven. In de bibliotheek. Achter en ik schreven de eerste muziek. Die werd er gewoon uitgeschreven. En dan zei ik zeg hou rekening met een lettergreep waar meerdere noten op staan. En dat je dat uit elkaar zet, dat je daar rekening mee houdt. Neem maar eens mensen bij elkaar, krijg ze maar aan het zingen. Ze willen niet zingen wat jij wil, dus ze gaan vertrekken, dan moeten we anderen bij. En eer dat je dat allemaal bij elkaar hebt als een koor,
Ja, daar heb ik er een jaar of 10 over gedaan. Met steeds uitstekende recensies. Ja, ja. Ja. Wij zongen echt heel goed. Kun je dan ook zeggen van wat dat koor voor jou betekent in jouw leven? Heb je iets Dat was een levenswerk gewoon. Een levenswerk gewoon, ja. Zo heb ik het wel ooit genoemd, ja, niet meteen in het begin. Het was ook heel stabiel, hè. Als je met jou een concert deed, dan wist je gewoon, nou, het zit goed in elkaar en het gaat gewoon goed, altijd. Ja. Zo gedegen was het. Ja, ja. Je houdt ook van goede voorbereiding, grondige voorbereiding. Ik hoop dat Dries nooit iets afwerkte. Ja, ja. Ik heb onder Dries zoveel geleerd. Ah, zo, ja, ja. Dankbaar. Ja. Ik kwam als eerste met wereldlijke muziek. Ja. Ja. En dat in Duits, Engels, Frans. Op een gegeven moment kregen wij Frans Klomp. Ja. Bij de bassen. En er was een leraar Frans. Oh ja, zo ja. Dus ja. Die kon mij precies vertellen hoe dat de uitspraak moest zijn. Ja. Maar dat was bijvoorbeeld bij Engels, dat was heel slecht. Ik kon altijd voor uitspraken en dergelijke dingen meer, kon ik bij diverse leden terecht. Maar ik herinner me ook nog dat we de Gloria van Vivaldi hebben gedaan in de Lambertuskerk. En daar hebben we perfect gezongen. En ja. Brabants Orkest die dachten van nou, koortje uit Helmond, we vinden het wel goed, hè? Ja. Ja. En hoe lang ben je lid geweest van het, koordirigent geweest van het Helmonds Kamerkoor? 35, oké. En heb je ook nog andere koren gedirigeerd? Of andere ensembles gedirigeerd? Ja, ik heb het kapelkoor. Toen ik met het Helmonds Kamerkoor ophield, heb ik het kapelkoor 15 jaar gedaan. Oké. Okay. Het ziekenhuis. Maar het was een heel prettig koor. Ja, ja. En dan zijn we op het idee gekomen om een schola cantorum. En dat ging goed. We hadden een schola cantorum. Ik had dan 8 mensen genoeg gehad. Ja, ja. En inmiddels, Chris, zijn we 3 dirigenten verder, zo moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Want je bent de eerste geweest en dan sinds 3, dat is echt heel weinig in al die tijd. Maar zo heeft elke dirigent natuurlijk heel erg zijn eigen manier van werk. Hans is geweest, dat hij zijn vleugels uitsloeg, dat hij veel meer dan ik deed. Mm-hmm. Hans was optrad. Die durfde ook weer meer. Ja. Die zei op een gegeven moment, ja, wie kan er zondag dat we kunnen zingen in Antwerpen? Ja. In een hele mooie kerk. Nou, dan was ja, hoeveel kunnen we er? En hup, dan gingen we daar mee zingen. Zoiets zou ik nooit gedaan hebben. Vooral ook de vernieuwende factor, wat bij Hans was modern. Ja, ja. Daarna kwam dan Kees Doevendans. Kees vond ik het fijne. Ja. En in het begin liep het koor, dacht ik, ook wel mee weg. Kees Doevendans was ook heel gedegen en heel rustig. En er werd ook goed ingestudeerd en zo. De Kees Doevendans die houdt ook van oude muziek en Engelse koormuziek. Ja. Dat kwam wel overeen met jou ongeveer. Ja. Je bent echt nog steeds heel erg betrokken bij het koor. Tenminste, zo zie ik het. Hoe kijk je over die hele lange tijd zo? Hoe kijk je dan? Ik vond het alleen maar prima wat er allemaal gebeurde. Ja. Lessenaars staande, als ik dat zie van Peter Paul. Mm-hmm. Wat hij heeft, je hoeft over de knop te drukken. En die bladzijde die slaat om. De techniek. Ja, dat gaat hard. Ja, er is ontzettend veel gebruik van gemaakt. Ja, ja. En als ik daarvoor gelijk met hoe het begon, oh. Ja, ja. Oertijd. Maar de muziek die we nou zingen? Ja, ik was niet zo'n moderne. Nee, ja. We hebben ook weliswaar modern gezongen. Oh, ja, wat je modern noemt. Je kunt Debussy en dingen nog niet direct. Moderne. Poulenc. Ja. Maar ja, om dat nou oude muziek te noemen, dat gaat misschien ook te ver, hè? Nee. Ja, dat kunnen we oude muziek noemen. Nee. Is er nog iets wat je het Helmonds Kamerkoor mee wilt geven voor de toekomst? Ja, al het goede. Ik hoop dat het nog lang mag blijven bestaan, hoor.